We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ik heb een missie. Ik wil gewoon dat virus onder de duim krijgen. Maar toen dacht ik wel, ja wacht, is dit niet een beetje laat dit? Die mentaliteit van ons, dat polderen, ja. Dat is niet echt lekker om een crisis aan te pakken. Ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is de... Ja, maar dat is ook zo. Daar hoef je geen... Erasmus voor gestudeerd te hebben. Het is weer tijd voor een 1-2'tje met Yves. Een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik een gesprek met Harco van Uude van Experience Travel. Dat was een heel mooi gesprek, maar had ook een hele belangrijke primeur. Want vandaag de dag zijn we op zoek naar oplossingen. En hij had een plan bedacht hoe je de reisvouchers weer in de Nederlandse economie kon pompen. Er staan meer dan €1 miljard aan reisvouchers uit en zijn idee was ludiek. Door het indienen van je reisvoucher kan je andere producten kopen bij allerlei bedrijven die zich daarbij hebben aangesloten. Hij is de man achter het nieuwe idee reisvouchercadeaushop.nl. Het is de grootste digitale pop-up store waar de consument zijn reisvoucher kan inwisselen voor een product van die aangesloten bedrijven. En hierdoor kunnen de reisorganisaties hun marges, die zijn meestal rond de 15%, weer terugverdienen. De consument kan weer iets leuks kopen en het is goed voor de Nederlandse economie. En deze week heb ik een nieuwe gast. Een man om wiens leven sinds maart maar één ding draait. COVID-19. Ik heb het over professor Diederik Gommers. Hij is een van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care adviseert hij het kabinet en is hij vaste en graag geziene gast bij de talkshows. Het beddentekort was bijvoorbeeld in het voorjaar een van zijn stokpaardjes. Zo was hij mede verantwoordelijk voor het opstellen van code zwart. Het protocol dat in werking treedt wanneer alle IC-bedden vol liggen. En in die code staat welke patiënten de voorkeur krijgen en wie ook mag worden geweigerd. Gommers is ook vaste deskundige van het Outbreak Management Team, OMT. En moet dus absoluut een uitblinker zijn in zijn vakgebied. Een uitblinker die levens redt, maar die zelf niet gereanimeerd wil worden. Zo zei hij zelf in een uitzending van Jinek. Ik ben heel benieuwd naar zijn visie op de verscherpte maatregelen. Over de uitleg over COVID-19 of corona, zoals u het wil noemen. Moeten we ons zorgen maken? Is er perspectief? Kunnen we volgend jaar weer ons normale leven oppakken? En wat gaat hij vanavond doen bij Jinek? Want dan zit hij daar met Famke Louise. Wie heeft het niet gezien? Het is tijd om te bellen met deze uitblinker. Ik ga bellen met Diederik Gommers. Ja, hi. Goedemiddag met Yves Geijert. Nou, u bent echt de man van de minuut hoor. Ik denk, ik bel een minuutje eerder, maar 4 uur stip. Nee, dat gaat niet hè. Nee hè? Ik moet tussendoor ook wel af en toe even plassen, dus ja. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Hey, ik denk dat je zal een goed weekend achter de rug hebben na de prachtige strakke overwinning van Feyenoord bij Willem II en de kansloze nederlaag van Ajax bij Groningen. Dat moet een Feyenoord-fan goed doen hè? Ja, absoluut. Ja, want u bent een hartstochtelijk Feyenoord-fan, toch? Ongelooflijke Feyenoord-fan, ja. Mooi, hè? Maar nu heb ik het merk wel dat ik het zo druk heb nu dat ik iets minder gespannen ben. Anders had ik gewoon tijd over en dan kon ik echt naar die wedstrijd kijken en daar helemaal zenuwachtig van worden. Maar nu heb ik het iets drukker. Dus ik heb gisteren ook niet gekeken. Ja. Ik ben zelf hockey en ben daarna nog even iets gaan doen. Maar ga je meestal ook naar het stadion? Ja, ja. En waar zit u dan? Ja, afgelopen jaar zaten we in N. En dit jaar ben ik nog niet geweest. Maar zitten we iets meer dus op de eerste ring. En dan ergens in het midden, geloof ik. We zitten iets meer naar het midden. En nu nog niet helemaal, geloof ik. En wat vond u daarvan toen Mark Rutte zo tekeer ging tegen die Feyenoord-fans? Dat ze hun bek moesten houden. Ja, dan denk ik van god, dan ben je echt nog nooit in het stadion geweest. Nee, hè? En dan ben je ook geen echte supporter, bedoel. Ik kan niet naar het stadion gaan en niet juichen of niet zingen of niet de scheidsrechter voor rot schelden. Dat, als je mij gaat filmen, dan doe ik aan alle overtredingen mee. En als ik dat niet mag, ja, dan moet ik niet gaan. Nee. Want ik zou dat echt niet kunnen. Ik bedoel, daarvoor ga je niet in het stadion zitten. Dan kan ik beter voor de televisie blijven zitten. Dat is niet zo chic, hè, van onze president. Nou ja, onwetendheid. Ja, toch? Ik bedoel, ja. Ik weet ook niet hoe ik het moet kwalificeren. Ik vond het een beetje onbeschoft, maar ja.
Ik had een vraag. Ik heb er heel veel. Vertel. Ja, wat is nou precies uw rol in het publieke debat rond corona? En ik vraag dat omdat ik heb de afgelopen maanden zoveel mensen voorbij zien komen. Van Ernst Kuipers tot Jaap van Dissel, van Marianne Koopmans tot jijzelf. Wat is uw rol in het debat? Ja, hele goede vraag. Ik ben natuurlijk begonnen als in de rol van voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Was het omdat de IC er zo bij betrokken was, heb ik mijn leden geïnformeerd. En dat werd opgepakt door de pers. En uiteindelijk ben ik meegenomen door Jaap van Dissel naar het Catshuis om het kabinetsleden van informatie te voorzien en bij te praten. Wat gebeurt er nou eigenlijk met de intensive care en hoe is de intensive care in Nederland georganiseerd? Dus eigenlijk in de eerste, nou wat zullen we zeggen, anderhalve maand, twee maanden, ging het over intensive care. En toen had ik daar een rol in, omdat ik sinds januari 2016 de voorzitter ben van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. En dat is iets wat je in termijnen doet. En dat neem je zo'n functie, daar solliciteer je naar. En dat door de leden wordt dat dan gestemd of ze jou willen als voorzitter. En ik zit nu in mijn tweede termijn en die loopt in januari 2022 af. Maar toen dat gesprek plaatsvond, krijg je dan ook instructies mee? Wat je moet doen, wat je moet zeggen, wat ze van je verwachten? Hoe werkt zoiets? Van wie? Van wie? Van het kabinet. Nee. Dat niet? Nee, ik heb in het Catshuis, dat zijn echt besprekingen die op... dat was eigenlijk gewoon een open discussie waarbij Jaap van Dissel dan iets vertelde over het virus. En ik over de intensive care. En later sloot daar ook Ernst Kuipers nog bij om te vertellen over de opschaling en over de landelijke organisatie. Die bijeenkomsten heb ik bijgewoond. En toen het op een gegeven moment met de intensive care ging dalen, maar toen de verpleeghuizen een groter issue was, ben ik niet meer daar naartoe gegaan, maar zijn andere deskundigen toen uitgenodigd door het kabinet. Ja. Maar waarom ik het vraag is omdat als je mensen spreekt, dan er is zoveel onduidelijk. Ik vind het kabinet doet zijn best, maar ze communiceren onduidelijk. Ze hebben dus vaak van die halve waarheden, een zaaltje van 30, varen in de mist. Nou, we hebben al die anekdotes gehoord. Maar wat ik nooit heb begrepen is er nooit een discussie geweest om te zeggen, laten we gewoon één coronakanaal beginnen met z'n allen. En dan eenduidige informatie verstrekken aan iedereen. Want je merkt gewoon dat onder de mensen, onder de jongeren. Nou, u heeft het zelf recentelijk mee. Helemaal met ze eens. Ja. En waarom is dat niet zo? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je daar moeten vragen. Ik ben natuurlijk, ik ben maar gewoon medewerker, afdelingshoofd van het Erasmus MC. Ik ben voorzitter van de NVIC. Dat is mijn rol. Dat ik nu, dat ik makkelijk contact heb met anderen, of dat mensen mij bellen. Maar ik heb daar natuurlijk geen invloed op. Of tenminste geen invloed. Ik zou misschien, als ik het zou voorstellen bij VWS, misschien dat ze het oppakken. Maar het is nooit besproken. Het is nooit zo als zodanig besproken. Er is nooit met mij besproken van Diederik, wat zou jij vinden? Of wat is een goede aanpak? Of hoe zie jij dat? Of iets dergelijks. Want ik mag jij zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, want zit jij zelf ook in het OMT als zodanig? Ja en hoe werkt dat dan? Want ik heb bijvoorbeeld, ik kan me nog heel goed herinneren dat bij de derde persconferentie, als ik me goed herinner, toen was die brief uitgelekt. Nou, die heb ik toen ook gelezen. En Rutte heeft echt letterlijk één op één aan het Nederlandse volk, zeg maar, voorgelezen wat er in het advies van het OMT staat. Dus vaak wordt wel eens gezegd, met name van Dissel, ja, wij geven alleen advies. Maar de praktijk is, als we heel eerlijk zijn, dat het advies gewoon bijna altijd één op één wordt overgenomen. Dus hoe gaat dat dan, zo'n gesprek bij het OMT, vraag ik me af. Schuurt dat? Zijn jullie het vaak pertinent oneens? Hoe werkt dat? Nou, normaal is het is natuurlijk een outbreak management team voor infectieziekten. Dus normaal gesproken zitten daar
mensen die daar verstand van hebben. Dat zijn microbiologen, de virologen en dergelijke. En ze hebben het dagelijks bestuur van het outbreak management team. Er zitten vaste leden in. En die wordt aangevuld. En omdat het de IC meedeed, ben ik vanaf eind februari uitgenodigd om mee te vergaderen als het outbreak management team in de grote samenstelling vergadert. Dus eigenlijk als intensivist ben je een beetje een buitenbeentje. Maar daar zit ook een geriater bij en daar zit ook iemand van de kindergeneeskunde bij. Dus er zitten meer mensen nu haken eigenlijk aan op uitnodiging van het RIVM. En wij discussiëren mee. En je merkt wel, ja, het zijn gewoon zinvolle discussies waarbij we niet allemaal op dezelfde lijn zitten, maar dat doen we vaker in de geneeskunde. En uiteindelijk kom je tot een consensus, of anders zegt de voorzitter, nou, alles zo gehoord hebbende, ga ik er een samenvatting van maken en kom ik met een advies. Dat werkt eigenlijk best goed, maar we hebben daar wel echt discussies. Maar krijgen jullie de notulen nog te lezen voordat ze zeg maar worden verstuurd? Of is dat dan al een gepasseerd station? Afhankelijk. Hè. Soms is er zo'n haast, maar dan wordt het ook gezegd dat er haast bij is en dat het advies snel naar het kabinet moet. Ja. Maar dan wordt er wel duidelijk gezegd, dit en dit is dan de strekking en dit is dan de samenvatting. Dus mondeling wordt het dan samengevat, maar dan zien wij niet de laatste brief hoe die precies gaat. Aan de andere kant kan dat ook niet. Want als er een brief gaat en je krijgt weer 40 mensen die commentaar leveren, dan wordt het Poolse landdagen. Ja, dan komt er ook nooit een brief uit. Want als de collega uit Groningen ergens een stukje tekst invoegt waar ik het dan later niet mee eens ben, gaat er toch nog een brief uit waar je het dan niet mee eens bent. Ja. Ik kan me daar zo. Nee, ik denk dat dit goed is. Er zijn af en toe frustraties. En dan hebben we ook afgesproken, bel laagdrempelig de voorzitter. Ik bedoel, loopt er niet meer op. En hoe lang duurt zo'n bijeenkomst van het OMT? Is dat een uur, drie lang. Uur? Ja, een hele dag. Drie uur. Ja. En die wordt dan geleid door Van Dissel? Ja. En is hij een autoritaire leider of een zeg maar empathische leider? Hoe omschrijft u hem in zo'n gesprek? Ja, hij doet het wel goed. Het is wel een autoritair iemand die heel duidelijk zijn mening heeft en zijn strepen verdiend heeft met het vakgebied. Hij weet er ook veel van. Maar hij geeft wel iedereen heel duidelijk het woord. Dus je steekt je hand op en je krijgt het woord. En dan vat hij het weer eens samen en dan komt daar weer reactie op. Maar hij laat echt iedereen aan het woord. Hij doet daar. Dat valt niet mee in de Zoom, maar ik vind dat hij dat heel knap doet. Ja, en kijk, het is natuurlijk heel complex, want iedereen kijkt naar jullie en jullie moeten heel veel belangen afwegen. Wel de fase 1, hè, dat zullen we nooit vergeten. De hysterische beelden uit Italië, uit Rusland, maar ook uit Nederland. Dus ik begrijp zo'n paniekreactie. Maar toen kwam er toch een moment, ja, er moet ook andere deskundigheid gekoppeld worden aan het MT of aan het OMT. En dan denk ik, er komen er ook mensen uit de samenleving. En ik maak dit bruggetje. We gaan even naar zeg maar het beruchte tv-gesprek met Famke Louise. Zij zat daar bij Jinek. Nou, ze werd omringd natuurlijk door mastodonten. Hè? Dat noem ik u even specifiek en Abu Taleb. Ja. En het meisje, ja, die ging natuurlijk helemaal de fout in met haar opmerking dat ze respect had voor corona. Maar daarna vond ik eigenlijk dat ze best wel zinnige dingen zei. Het kwam uit haar hart. Ze kon het misschien niet zo goed verwoorden. Ik vond het een beetje flauw van Eva Jinek dat ze haar niet een beetje beschermde. Want volgens mij ze had moeten zeggen, ja, wacht eens even, Diederik. De afspraak was toch ook dat de jongeren een stem zouden krijgen. En toen ik daarnaar keek, toen dacht ik, ja, waarom zitten die eigenlijk niet ook af en toe bij bijeenkomsten? Dat was mijn gevoel. Ja, nee, maar dat is ook wat ik volgens mij daarna gezegd heb. Dat het mijzelf tot nadenken heeft gezet. En dat ik denk van ja, jongens, maar wordt het niet eens tijd om uit een ander vaatje te tappen? En hoe gaan we dit oplossen? Want dit speelt gewoon wat zij zei. Ja. Snap je? En daar moet meer aandacht. Maar dat is eigenlijk precies zoals jij zei.
zoals je interview begon, van, maar bij wie ligt dit nou? Snap je, is dit van het kabinet? Is dit van VWS? Ik heb de persvoorlichter afgelopen week aan de lijn gehad. Ik zeg, jongens, maar wat ik wil, naar aanleiding van dat Femke-gedoe, ik wil gewoon de jeugd bereiken. Ik weet iets van de medische kennis. Mm. Ik blijf iets makkelijk te kunnen uitleggen. Ik heb wel zo'n behoefte van, luister eens, zou je daar gebruik van kunnen maken? Ja, maar eigenlijk ligt dat bij hun. Of dat denk ik. En zolang zij dat niet oppakken, die handschoen, heb ik zoiets van, ja, jongens, Ik heb een missie. Ik wil gewoon dat virus onder de duim krijgen. En als ik nu hoor dat als ik iets uitleg dat het best goed gaat. Ja jongens, zolang het gewaardeerd wordt, prima, dan doe ik dat. Komen de anderen of de dingen mensen beter, dan geef ik het graag af. Snap je? Want ik ben maar intensivist. Nee, precies. Maar wat, weet je wat ik dacht? Ik keek zo daarna. Een mooi gebaar ook. Je was heel rustig. Je bent een groot talent op tv. Maar toen dacht ik wel, ja wacht, is dit niet een beetje laat dit? Dat was mijn gevoel. Ik denk van ja, we hadden afgesproken dat andere mensen uit de samenleving ook betrokken zouden worden, hè, bij het denkproces. Ja, toen dacht ik, ja, dit vind ik wel een beetje laat. Want jij zegt zelf... Ja, maar eigenlijk, je hebt al gelijk hoor. Maar eigenlijk, dan ga ik iets zeggen en dan moet jij zelf over nadenken. Want ik weet dat natuurlijk ook niet. Maar de vraag is, het ONT, infectieziekte, is medisch inhoudelijk. Het zou logisch zijn dat het kabinet het advies van het ONT bespreekt of met de voorzitter uitnodigt en dan adviseurs uit economie, uit gedrags, uit precies, epidemiologie. En dat hij die mensen bij elkaar zet. En dat Jaap van Dissel daar een onderdeel is van die groep. En dat die groep, al of niet in aanwezigheid van Hugo de Jonge, Tamara en Mark Rutte, discussieert. En dat daar een advies uitkomt. Exact. En kijk, in die crisis, dan was het logisch, hè, dan stond het land op zijn kop en we kwamen tekort en het dreigde in de code zwart eraan. Dat je dan zegt, wij volgen de medici, helemaal logisch. Maar eigenlijk is het daarna, hadden ze dat niet moeten doen, snap je? En ja, dat moet je aan de politiek vragen, waarom zij zijn blijven roepen dat wij volgen het advies van het OMT, snap je? Want dat was niet meer... Nee, maar ik vraag het juist aan jou, want jij zit daar zo dicht op de bal. Dan zeg ik ik ben het met jou eens. Ze zijn gewoon later geweest in de breedte van de toetsing van kennis. Dat vind ik. Ja, ja. Dat is toch zo? Ja. Ja. Helaas. Ja. Ja. Maar dat is ook iets waar ik dan geen zicht op heb. Hè? Dat je weet niet. Er gebeurt een hele hoop bij het kabinet. Maar ik zit alleen maar in het OMT. Ik bel af en toe Jaap van, hè, bedoel, wat gebeurt er nou? Want er komt ineens een interview, nu zeg je ineens dit. Ben je wel onafhankelijk genoeg? Want die gevoelens heb ik ook af en toe. Maar dat vraag je aan hem en dan geeft hij dat heel duidelijk aan dat dat zo is. Ja. Maar je weet niet waar het kabinet nog allemaal andere adviseurs, hè, want ze hebben op een gegeven moment tafels ingericht met mensen van andere disciplines. Ja. Dus die gaven hun ook advies. Daar is dat redteam uitgekomen. Ja. Ik weet niet hoe het kabinet omgaat met die verschillende adviesorganen en hoe dat überhaupt georganiseerd is. Want er is ook nog zoiets als de gezondheidsraad of allerlei gremia waar ik geen weet van heb. Oké, maar goed. Ik vind zelf, als ik het gewoon zo bekijk, denk ik, nou, iedereen doet zijn best. Je voelt een enorme betrokkenheid vanuit de gezondheidszorg. Maar op een gegeven moment komen we in een fase van die beruchte weegschaal. Hè? Van ja, hoe gaan we dit nou op een manier doen? Nou, daar zitten we nu. Daar zaten we natuurlijk. Kijk, want als je nou terugkijkt naar de zomer, hè? We hadden volgens mij het virus onder controle. Ik heb de kaarten van het RIVM nog even bekeken van augustus. Het zag er heel erg groen uit. Maar bijvoorbeeld, ik woon in Amsterdam. De jongeren die waren opgestapeld in boten, in de grachten, dansen, drinken. Ook wat ze niet durfden te benoemen was toch wel de ongelooflijke hoge stijging in de allochtone wijken. Ik begrijp dat ook. Hè? Dus mensen wonen daar dicht op elkaar. Daar begon het. Zijn ze niet gewoon heel nalatig geweest deze zomer in het handhaven? Ja, eens. Eens, Nou ja, wat je ook zegt is,
We vinden het toch moeilijk om dat dan te benoemen, dergelijke. En dat ligt blijkbaar politiek gevoelig. Ja. Of, en dan zijn we toch wel, want dat heb ik ook wel geleerd, die mentaliteit van ons, dat polderen, ja, dat is niet echt lekker om een crisis aan te pakken. Nee, dat klopt. Want als je kijkt in de wereld, hè, bijvoorbeeld een land als, we hebben het altijd over China, hè, en dan hebben we het even niet over Zweden, die heeft ook een beetje geluk gehad. En natuurlijk is dat ook een soort ander land. Maar in China, ik heb heel veel mensen gesproken, ja, dat is gewoon echt gewoon, je blijft thuis en er is geen discussie. Ja. Maar zij zijn er nu ook vanaf. Ja, ze zijn er gewoon vanaf. Het is ongelooflijk, een land met meer dan... Maar dat is wat je eigenlijk wil, snap je? Dus, omdat dat niet democratisch is, dat is geen rechtsstaat, ja. Ja, ze noemen het een rechtsstaat. Werkt het werkt wel, hè? Dus ja, dat is wel. Voor, dit, hè? Voor de crisisaanpak. Ja, nee, maar om gewoon dat virus onder controle te krijgen. Want als je het virus beoordeelt, hè, want dat is een vraag die onder. Ik hoor dat steeds van mensen die zeggen: nou, het virus is niet meer agressief en het is heel anders. Hoe zie jij dat? Moeten we ons net zoveel zorgen maken over corona als in de eerste fase? Dat is een hele complexe vraag, begrijp ik. Nou, maar eigenlijk is het heel simpel. Maar ik ga het proberen uit te leggen. Het virus is niet veranderd, wat ik van de experts begrijp. Mm. Dus als je het virus krijgt, is het net zo agressief als in de eerste golf. Alleen de hele situatie is anders. Dus wij reageren in emotie en aanpak als de eerste golf. Maar er is nu heel veel veranderd. Want medisch hebben we het nu, ja, ik mag het niet meer zeggen, in controle. Maar we weten veel beter wat ons te wachten staat. In maart wisten wij als zorgverleners niet of wij zelf ook ziek zouden worden. Of jij, als jij een patiënt behandelde, of het een soort ebola werd. Snap je? Mm-hmm. Bedoel, dan moet je helemaal inpakken en dan moet je echt oppassen dat je het niet oploopt. En als je het oploopt, dan heb je een hele hoge kans dat je komt te overlijden. Nu weten we eigenlijk dat je als je een kapje opdoet en wat handschoenen aandoet, dat je nagenoeg geen kans maakt dat je het virus krijgt. En je loopt nu meer risico in je privé dan in op je werk. Dat betekent eigenlijk dat het rust zou moeten uitstralen voor de medewerker, voor de ziekenhuismedewerkers. Mm-hmm. Wat we ook merken nu, is dat de medicijnen die we geven, en dat is dat dexamethason, ja, dat is een steroïd. Je kan ook nog andere steroïden geven. Trump heeft dat ook gebruikt, hoorde ik. Ja, ja. Nou, en je kunt bloedverdunners geven. Ja. Nou, Trump heeft dan Ascal, dat remt de bloedplaatjes. Maar wij geven dan dubbele doses laagmoleculair heparine. Dat doe je eigenlijk om trombose van je benen te voorkomen als je in het ziekenhuis ligt, omdat je te weinig beweegt. Maar dat geven we dan een dubbele dosis. We geven meer zuurstoftherapie. Wat we nu zien is dat de mortaliteit op de intensive care is gehalveerd. Hmm. En we zien op de gewone afdeling dat die mensen sneller herstellen en dat er minder mensen naar de IC gaan. Ja. Dus als je dit nou even vasthoudt, dan zeg je, jongens, eigenlijk medisch zijn wij een heel stuk verder dan maart. Wij weten wat ons te wachten staat. We weten, we kunnen het beter. En de mensen, we hebben, doordat we het sneller kunnen behandelen, hebben we ook daardoor meer capaciteit. Hmm. Wat het lastige is, is dat het een percentage is. Dus wat je nog steeds met elkaar moet doen, is het aantal besmettingen niet uit de hand te laten lopen. Want van de besmettingen gaat 3% komt in het ziekenhuis. Of dat 3 is, of 2 of 4, daar kan je over twisten. Maar er komt een x-percentage naar je ziekenhuis toe. En als je dus die besmettingen loslaat en het verdubbelt zich, krijg je gewoon meer mensen naar je ziekenhuis. En wat er nu het probleem is, onze ziekenhuissysteem kan het eigenlijk niet aan. Nee, want wij willen onze gewone zorg laten gaan. Nee, maar dat precies. Want ik heb in mijn familie, zeg maar, ook de nodige medici. Dus ik belde met iemand die op het AMC zeg maar hoog in de boom zit. En die zei eigenlijk tegen mij, ja, de huidige maatregelen die zijn ook bedoeld om de zorg te ontlasten. Ja. Want we moeten ook de reguliere. Ja, maar dan weet je wat ik dan zeg? Dan denk ik, ho. Hey, ik ben zeg maar ondernemer, ik spreek voor ondernemers. Dan zeg ik, hey, blijkbaar hebben jullie dus de zorg niet op orde. En dan nemen jullie zulke draconische maatregelen die ook wel bedrijven treffen die daar dan eigenlijk Maar dat is het eigenlijk. Ja, dat is best wel ernstig. Ja.
Nee, maar dat is wat er nu speelt. Ja. Snap je? Dus wij hebben de... En dat is niks nieuws. Hè, maar waarom zeggen ze dat niet? Kijk, ik vind het gewoon prettig. Ja, dan moet je wachten. Nee, ja, dat zal Diederik Gommers dan wel weer gaan zeggen. Snap je? Ik weet het niet waarom ze het... Ja, maar mag Diederik dat zeggen? Want ik las een keer een interview van jou in de Volkskrant. En daarin vertelde je ook dat dan iemand van VWS jou belde. Ja. Van ja, nee, Diederik, doe wel een beetje rustig aan op dit onderdeel. Dat kan toch niet? Dat vind ik echt. Ja, dat vind ik DDR-praktijk. Dat je mond moet houden. Dat gebeurt wel. Natuurlijk gebeurt dat. Hmm. Maar dat wil toch niet zeggen dat je het dan doet. Ja, nee, oké. Maar dus het is wel gewoon. Je bent wel met me eens dat de huidige maatregelen ook bedoeld zijn om de normale reguliere zorg, hè, zoals kankerbehandelingen, eigenlijk te beschermen dat die door gaan kunnen vinden. Ja. Nou, niet een beetje met je eens, helemaal. Ja, dat vind ik best wel erg dat ze dat niet zeggen. Want kijk, er waren heel veel discussies op tv. Hè, over... Ja, maar we zeggen het wel, hè. Kuipers zegt dat meerdere malen. Ja, Ernst wel, ja, maar het kabinet niet. Ja, ja. Nee, het kabinet niet. Nee, en dat is niet goed. Nou want... ja, of het valt niet op. Of, want ik heb er ook over na zitten denken. Of, snap je, we schieten allemaal in die stress van de eerste dingen. Terwijl het een totaal andere situatie is nu. Nee, exact. Nee, wat ik elke keer, dan denk ik, ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is... Maar dat is ook zo. Ja, echt. Daar hoef je geen... hoef je geen Erasmus voor gestudeerd te hebben. Nee, maar daar moet ik nu ook zo op letten. Snap je dan? En dan word ik uitgenodigd om mee te lopen in een optocht voor de verpleegkundigen. Ik bedoel, het is helemaal mijn beroepsgroep niet, maar ik voel er wel wat voor. En dan wordt mijn persvoorlichter die zegt, ja, Diederik, maar weet je wel dat dit georganiseerd is door deze vakbond en deze politieke partij. Dus als je meeloopt, dan kan. Maar dan kies je daar. Maar daar zit iets heel hypocriets in. Want ik heb heel vaak op één discussies en dan was iemand een verhaal aan het uitleggen. Oh, bent u niet geïnteresseerd in de gezondheid? Maar echt zo de hele discussie dood. Dan denk ik, ja, wacht even. Ik rook, hè. Ik ben zelf iemand die rookt. Nou, ik zou er heel blij mee zijn als alle sigaretten worden afgeschaft, uit de supermarkt worden gehaald. Maar dat doen ze niet, want roken is gewoon dodelijker dan corona. Dat durf ik te zeggen. Correct me if I'm wrong. Maar in de supermarkt word je wel naar buiten gestuurd als je niet aan een mondkapje of niet aan de regels houdt. Maar de sigaretten worden ons aangeboden. Dat is toch hypocrisie in het kwadraat? Ja, maar dat is... Ja. 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 Maar dat is natuurlijk ook het moeilijke nu. Kijk, het aantal doden en het aantal dingen, dat hebben we nu onder controle, omdat je er met elkaar bovenop zit. Hè. Ik bedoel, het kan, als je het los zou laten, hè, dat kan nu niet meer, maar als je het op dit moment los zou laten, dan zou zomaar de helft van de bevolking het virus kunnen hebben. Snap je? Want we tegen dit virus hebben maar we nooit dat wilden meer. We toch? Want waar is die ja, maar dat die, waren die kudde immuniteit. Ja, die immuniteitsgedachte. Ja, maar dat is toch echt achterhaald. Dat was geen goed idee. Dat was gewoon geen goed idee. Okay. Want stel je voor, hè, de mortaliteit nu is heel laag. Hè, dat is minder dan 1% voor de hele bevolking. En daar zit een groot verschil of je onder de 40 bent of boven de 85. Snap je? Ik bedoel, dat varieert van 0,005% tot hè, als je boven de 85 bent, gaat 27% dood als je corona krijgt. Ja. Uit de laatste getallen. Maar het probleem is, als de helft van... Je hebt geen antistoffen omdat we dit virus nooit eerder hebben gehad. Dus de kans dat je besmet raakt, die is vrij groot. Omdat je nooit eerder contact hebt gehad. Nee, exact. Daarom kunnen we het niet loslaten. Ja. Want daarom is het anders dan... Nee, oké, maar dat vind ik prettig om te horen. Want kijk, ik bedoel, eerst wordt ons verteld... Hè, ik vond het zo ingewikkeld. Want ik weet nog, ik zat daarna te kijken. En toen daarna was De Wereld Draait Door. En er werd Rutte helemaal de hemel in geprezen voor deze filosofie en deze gedachten. En er zaten ook weer adviseurs die nogal dicht bij Rutte staan, zoals Barbara Baarsma. En ik zei tegen mijn vrouw, hij zegt eigenlijk gewoon dat we allemaal hartstikke ziek moeten worden. Dat is wat hij net heeft gezegd. Ik vond dat heel raar. Maar dat was dus eigenlijk ook geen goed idee. Nee. Oké. Landelijke regie... En dat heb je een beetje gezien, hè? Engeland en Amerika, hun eerste reactie was het ook, hè? We gaan door met de economie. Ja. En die zijn later die maatregelen. En ik heb het ooit gelezen en ik heb het niet zelf gecontroleerd. Maar Engeland, als die een week eerder hadden maatregelen had afgekondigd, hadden ze de helft minder doden gehad. Snap je? Op een gegeven moment loop je dan achter de feiten aan, kan je niet meer herstellen. Dat is wel
indrukwekkend. Snap je? Dat maakt het zo moeilijk. Nee, maar dat begrijpen we allemaal. Landelijke regie of lokale regie? Ik vraag dat, hè, omdat in Amsterdam hebben we natuurlijk de bekende demonstratie op de Dam gezien. Nu was er laatst weer een discussie. Nee, ik kan niks doen landen en regionaal, want juridisch is het niet haalbaar. Nou, whatever. Maar dit probleem, moet dit nou landelijk worden aangestuurd of regionaal? Die is mij nog steeds onduidelijk. Nou, kijk, we hebben kijk, als je een echte crisis hebt, zoals we in maart merkten wij, dan moet het gewoon militaristisch centraal aangestuurd worden. Dat werkt het beste. Zelfs heb je dan last van directeuren van een ziekenhuis die normaal autonoom functioneren en elkaars concurrent zijn. En nu moesten ze van elkaar overnemen. En dan merk je, iedereen die dan zijn eigen regels verzint, daar heb je echt last van. Toen nu bij die tweede crisis, toen het begon, zoals jij net beschreef, in Amsterdam. Ja, in Groningen of in het oosten van het land gebeurde niks. Nee. Laat ik het woord Groningen niet noemen, want die, bedoel, in het oosten van het land gebeurde er niks. Ja, moet je dan dezelfde, die mensen die daar wonen, dezelfde maatregelen moeten die nemen als de mensen in Amsterdam of in Rotterdam? Nee, is dan de eerste reactie. Maar je moet je wel doorpakken. En wat jij daar straks ook beschrijft, dan zie je als Amsterdammer, zie je wat er gebeurt en dan denk je, maar waarom doet niemand wat? En dat is irritant, want je ziet dus bij landelijke maatregelen worden beter ingevuld of gehandhaafd dan lokale maatregelen. Dat is het antwoord. Dus je kan, kijk, dat is ook met, zoals in Portugal zeggen ze gewoon, dak boven het hoofd, mondkapje op. Geen dak, geen mondkapje. Maar het is gewoon duidelijk. Ja, ik bedoel, de mensen snappen het gewoon niet. En dan wordt er zo, en eerst Rutte en dan De Jong en de ene keer Grappenhuizen bij. En dan moet je echt gaan lezen wat ze allemaal gezegd hebben en naar internet kijken. Keep it simple, keep it smart. Ja. Dat is toch niet te volgen voor normale mensen? Die sowieso al, hè, we hebben nu 17 miljoen virologen inmiddels. Maar waarom maken ze het zo ingewikkeld? Wat is dat, dat poldermodel? Dat is het namelijk. Het is een soort poldermodel om maar niet duidelijk te durven zijn. Nou ja, ze willen heel graag duidelijk, hè, want daarom hebben ze in het begin ook iedere keer geroepen de drie uitgangsprincipes. De anderhalve meter, je handen wassen en bij ziekte bij je thuis. Ja. En daar hebben we soms ook last van gehad. Want de tegenstanders zeiden, ja, maar waar komt die anderhalve meter vandaan? Ja, nee, ik heb begrepen dat 80, maar, hè, dat klopt het dat 80 centimeter? Klopt het dat Jaap van Dissel ooit in het OMT heeft gezegd, nee, 80 centimeter is eigenlijk wat het is. Alleen als we 80 centimeter gaan zeggen, dan gaat dat niet lukken. Klopt dat? Dat weet ik niet. Oh. Ik kan me echt niet herinneren of hij dat gezegd heeft. Dat zou kunnen. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Hey, u bent inmiddels een bekende Nederlander. Ja. Want ik vind het wel grappig hoor. Je hebt 212.000, ik zat net even te kijken, 212.000 volgers op Instagram. Je hebt 4 posts gedaan. Daarmee ben je gewoon een hero op social media. Dat is bijna nooit vertoond. Ik vind dat wel grappig. Wat vind je vrouw ervan? Vreselijk. Ja, je zoon ook, hè, las ik. Een van de zonen. Ja. Ja. En de dochter, die vindt het leuk? Nee. Ook niet? Zij vindt het allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar jij, wat vind jij ervan? Ik vond die foto met de kappers wel leuk. Ik heb zoiets van, jongen, kijk, ik ga weer van social media af als dit voorbij is. Oh, daar ga je weer vanaf. Ja. Ja, ik doe dit niet voor mezelf. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Wat jij ook zegt. Ja, hoe kunnen we het nou simpel maken? Hoe kun je het nou uitleggen? Nou, als ik daar op een eenvoudige manier een steentje aan kan bijdragen, dan wil ik dat doen. Ik blijf nooit op social media, snap je? Ik bedoel, want dat deed ik daarvoor ook niet. Dus dit heeft echt een doel. Ja, maar ik geloof me maar, influencers doen er een moord voor dit soort aantallen. Want, ja, dat vind ik dan prachtig. Dan denk ik, ik heb er niks mee, toch? Nee, maar het is wel heel opmerkelijk. En vanavond zit je bij Jinek met Famke Louise. Wat gaan jullie dan vertellen aan het volk? Niet zoveel. Nee? Wat er gebeurt is, ik probeer dat gesprek met haar aan te krijgen. Ik je net ook al een paar keer nu gezegd heb, ik kan een stukje medische inhoud en ik kan in eenvoudige woorden iets
moeilijks een beetje duidelijk duiden. En ik dacht van luister eens, als wij nu samen, als zij nou haar kennis gebruikt van het bereiken van mensen en ik doe het stukje medische inhoud. En hoe we dat dan precies gaan doen, ja, ik wil het aan haar overlaten hoe wij filmpje of hoe zij een filmpje of weet ik veel wat gaat doen. En ik heb tegen haar gezegd, ik ruim mijn agenda leeg om scholen, webinars, zoomen, maakt me niet uit. Ik wil graag die mensen bereiken. En zij moet vooral met die invulling komen, want daar heb ik helemaal geen verstand van. En wat je nu merkt is, ik weet niet precies wat daar eigenlijk wat wij vanavond gaan brengen. Nee, maar ik hoorde, je ging in de mondkapjes, maar toen zei je daarna weer, nee, ik ga niet zelf mondkapjes hebben. Ja, ik heb nog wat het lastige is. Ja. Ik ben gewoon dokter, ik ben arts, ik heb een prachtig salaris, ik ga nergens in, snap je? Nee, precies. Als zij iets doet, dan moet ze dat vooral doen. En als ik maar niet negatief bij betrokken word, snap je? Ik ga geen geld verdienen aan mondkapjes. Nee, weet ik niet. Maar als het een zin heeft dat iedereen met een mondkapje van Diederik Gommers of een afbeelding, jongens, doen we het allemaal. Als dat helpt dat we daarmee het virus, dan heb je mijn zegen. Ik bedoel, maar ik verwacht dat zij iets met haar, er zitten allerlei mensen om haar heen, dat zij met leuke ideeën komen. Tenminste, dat hoop ik. En toen ze bij je kwam, was je ook een beetje een troost voor haar? Had ze tranen in de ogen? Ze was veel relaxter dan de vorige keer. En waar ze mee begon was, ik vind het, je hebt me ongelooflijk geholpen door gewoon op de radio te zeggen dat er ook iets goeds in zit en dat jou het geholpen heeft om anders na te denken. Daar heb je me zo mee geholpen. En daardoor was het ijs gebroken, snap je? En toen ben ik een stukje met een blanco papier gaan tekenen hoe dat nou gaat met een virus en hoe je dat in je neus krijgt. En daar begon ik mee. En toen zag je er steeds meer glimlachen. En toen zei ze, ja, maar dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En daardoor ontstonden er hele spontane ideeën. Zo had het moeten zijn. Ook, maar iedereen is nu vol, wat gaan ze vanavond zeggen? Ja. Jongens, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En eigenlijk vind ik het ook oninteressant, toch? Maar er wordt een heel circus natuurlijk nu van gemaakt. Ja, dan doe je zelf wel een klein beetje aan mee, maar natuurlijk. Maar met goede bedoeling, hoor. Laat ik dat even voor de duidelijk stellen. Maar na die uitzendingen, was ze toen aangeslagen? Want ik vond echt, ik dacht dat arme kind, joh, die is helemaal weggeblazen daar. Was ze aangeslagen na de uitzending of viel dat mee? Ik blijf nooit tot het einde. Oh, jij bent niet gebleven. Oké. Okay. Nee, ik mag altijd eerder weg, omdat ik al helemaal zo laat in mijn bed lig. Dus ze was al heel zenuwachtig voor de uitzending. En na de uitzending heb ik haar niet gesproken. Maar toen heb ik haar wel gepoogd, omdat ik toen zag. Ik kijk af en toe op Twitter wat er gebeurt. Ik heb geen Twitter-account, maar een beetje wat er gebeurde. En ik hoorde het ook van mijn kinderen. En toen dacht ik, ja, maar dit verdient ze niet. Dus toen heb ik wel iedere dag contact met haar gehad. Ja. Niet zozeer rechtstreeks, maar vaak via haar mensen om haar heen. Ja. Om haar wel te steunen. En toen heb ik maar een poging gevraagd, kom dan een keer naar Rotterdam. Kunnen we op een rustig moment over praten. Buitengewoon hoffelijk. De grote vraag, ik hou van voorspellingen. Wanneer denk jij dat het virus zeg maar onder controle is? Nou, wat er nu gaat gebeuren, ik weet net zoveel als jij. Hè? Ik ben net zo een van die 17 miljoen en ik pretendeer nu iets van virologie. Ietsje meer weet je, denk ik, dan ik op dit gebied. Ja. Nou, ik heb afgelopen vrijdag, toen vroegen ze ook die vraag en toen zat ik naast Marion Koopmans en die was een beetje pessimistischer. Maar als je ziet hoeveel geld er in de industrie gepompt wordt om het probleem te tackelen met die vaccins, ben ik ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Normaal doen we dat nooit in een jaar, dat lukt ons nooit. Maar er gaat zoveel geld in om en er zijn zoveel verschillende firma's en laboratoria mee bezig, dat ik verwacht dat wij toch wel een werkend vaccin binnen in het eerste kwartaal van 2021 hebben. Dan ben je nog 3 maanden bezig om iedereen te vaccineren. En er gaat ook een aantal mensen, en dat is best hoog, die zich niet laat vaccineren. Ja. Dus iedereen die zich wil vaccineren, gevaccineerd is, uiteindelijk dooft het virus uit.
En dan leeft het wel rond. Hè? Bedoel, dan zal af en toe nog eens een edeling ziek van worden, omdat hij zich niet gevaccineerd heeft, maar niet meer dat je elkaar aansteekt. Snap je? Eigenlijk heb je dan de kuddeimmuniteit geïntroduceerd. Ja, ja, zo. En dus raak je hem kwijt. En uiteindelijk dooft zo'n virus uit. En dat hebben we ook al eerder gezien met MERS. En eigenlijk doet dat ebola eigenlijk ook, snap je? SARS, het is er wel, maar... SARS was heel agressief. Dit was zomaar weg, hè? Die was van de ene op de andere dag weg. Ja, en dat verwacht ik hier eigenlijk ook. En tuurlijk, het is een virus wat natuurlijk in heel veel landen voorkomt. Dus op het moment dat wij het kwijt zijn, dan gaan we reizen en dan gaan we meer landen bezoeken. Dus dan zit er een risico in, maar... Ik verwacht eigenlijk dat we over een jaar, en ik hoop eigenlijk eerder dat we er vanaf zijn, maar zeker binnen nu in een jaar. En ik verwacht eigenlijk iedere keer weer golfbewegingen. Dus ik denk nu, ik vind dat we echt goed bezig zijn sinds een week. En ik ben echt van overtuigd dat we het weer gaan dalen krijgen, het aantal besmettingen en dus uiteindelijk ook de ziekenhuisopnames. En dat we dan weer een beetje gaan versoepelen. En dan komt het in de winter, in januari weer een beetje terug. Want dat is het koudheidsseizoen. Virussen en dergelijke. En dan komt het weer een beetje terug. En dan, ik denk iedere keer dat het golfje kleiner wordt. Wat we terugkrijgen uiteindelijk. Want bijvoorbeeld, we hadden begonnen met over voetbal. Hè? Want, ik ben zelf ook naar het stadion gegaan. Nou, die hadden het echt perfect voor elkaar. Kan niet anders zeggen. De maatregelen die nu aangekondigd zijn, die zijn voor 3 weken. Kunnen we een versoepeling verwachten, verwacht jij? Zeg maar over 2 weken is dat dan? Ja, maar dan ga ik iets zeggen wat lastig is. Ik eigenlijk denk, ja. Maar wat je merkt, en dat vond ik in april ook. Het is heel moeilijk om te versoepelen. Omdat precies wat jij straks ook begon, wie beslist nou eigenlijk? Ja, precies. En je merkt dat als je versoepelt, dat eigenlijk dokters moeten zijn. Want niet zozeer omdat het dokters zijn, maar wij, kijk, ik op de intensive care, wij maken af en toe besluiten en dan praten wij over leven en dood, snap je? Dan gaan wij met elkaar op de tafel zitten en dan bespreken wij iets en dan nemen we met elkaar besluit om een behandeling te staken. En dat doe je wel overwogen, maar dat is nooit 0% of 100%, snap je? Ik bedoel, dat zijn afwegingen die je met elkaar maakt. Hmm. En dat doe je op beste gronden, maar dat komt omdat je ook emotioneel niet betrokken bent bij de betreffende casus. Klinkt allemaal heel gek dit, maar wat de politiek niet kan, op het moment dat de politiek over 3 weken moet loslaten, en daarna wordt het weer slechter of er gaan mensen dood, dan worden zij aansprakelijk gesteld, denk ik. Ja, nee. En dus merk je iedere keer dat de politiek eigenlijk niet kan versoepelen. Nee, maar dat is wel... Kijk, wat je nu zegt, hè, dat aansprakelijkheidsthema. Ik hoor dat wel eens onder ondernemers. Die zeggen van, ja, wacht eens even. Ze kunnen niet de hele tijd mijn winkel blijven sluiten. Want ik ga ze aansprakelijk stellen. Nou, dat is het laatste wat je wil. Dat bedrijven en overheden tegenover elkaar gaan stellen. Dat is... Maar ze zullen toch wel moeten nadenken wat de consequenties zijn voor allerlei bedrijven en ondernemingen die plannen maken, die op zoek zijn naar het perspectief. En dan zegt de overheid, ja, je moet weer dichtgooien. Ja, het is moeilijk. Het is heel, heel ingewikkeld. Maar speelt dat die aansprakelijkheidsdiscussie ook in het OMT? Weet ik niet. Nooit gehoord? In het OMT niet. Nee. Maar je verwacht dus wel dat er zeg maar over 2 weken wel weer een vorm van versoepeling gaat komen. Ik vind echt dat mensen echt hun best doen. Je ziet nu echt grote verschillen. Je ziet die cijfers weer beter worden. Nou ja, nu nog niet. Maar, nu loopt het iedere dag nog op. Maar ik verwacht, dus als iedereen zich weer aan de maatregelen houdt, zie je het over 2 weken dat het gaat dalen. Dan zie je het weer maar terug. Maar als het dan gaat dalen, durven we het dan weer los te laten. Ja. Die act dan ook nog wat laag. Ja. Snap je? Dus dan is het niet als het daalt en je laat een maatregel los dat je het gelijk weer ziet toenemen. Zeker niet. Nee, want er wordt een soort co-sinus. Durven we dan te versoepelen? Ja, ja, dat is politiek. Ja, maar je moet je ook voorstellen hoe moeilijk het is. Snap je? Nee, dat is eigenlijk wat je dan straks zegt. Ja, ja. Dan zit je gewoon met dat. Met zo'n weegschaaltje, dat is een balans. Nee, maar daarom zijn die verkiezingen zo link. Want op wie ga jij stemmen? Dat weet ik nog helemaal nog niet. Ik zat ook te bedenken, ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer wie ik de laatste keer gestemd heb. Ik hoor je heel slecht. Nu ben je aan het lopen door. Ja, ik ben al klaarmaken om te vertrekken. Oh, ja.
Je viel even weg. Ja, ben ik weer. Ja, en je bent aan het klaarmaken om te vertrekken. Maar ik vroeg jou, op wie ga jij stemmen? Toen zei je, dat weet ik niet. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Nee, dat weet ik echt niet. Maar op wie stem je normaal gesproken? Nou, ik heb op wisselende partijen gestemd. Omdat ik het de ene keer vind ik dit belangrijker... en de andere keer vind ik dat belangrijker. Maar de laatste keer... Ja, weet ik het eigenlijk niet meer wat ik gekozen heb. Ik vind, mooi, nou, dat vinden we moeilijk. Nee, maar er is geen politiek antwoord. Het is namelijk ook echt zo. Maar kijk, ik bedoel... de aanpak van Mark Rutte en de persoon Mark Rutte... die heb ik heel hoog zitten. Ja. Dus ik vind Mark Rutte... dat als vind persoon, ik een aangenaam, goede kerel. Ja. Aangenaam. Wat ik van de VVD echt niet tegen kan... en daar kan ik echt boos om worden... is de immigratie. Ja, precies. En dat vind ik zo belangrijk. Ik vind dat zij meelift of rekening houden wat de PVV vindt of de PVV aanhangt. Ja, daar kan ik persoonlijk heel boos om worden. Omdat ik vind, ik ben juist ook trots op Nederland. Omdat wij multicultureel en open staan voor dit soort dingen. En ik vind echt dat wij asociaal geworden zijn. Dus voor mij is dat een reden om niet op VVD te stemmen. Want ik vind dat eigenlijk belangrijker. En ik vind... Wat ik ook geleerd heb van de corona en ook de aanpak van corona... is eigenlijk hetzelfde wat wij nu moeten gaan doen met het milieu. Mm-hmm. Dus ik zit nog te dubben of ik het milieu niet belangrijker ga vinden... in de komende verkiezingen. Okay, omdat duidelijk. Ik vind dat we daar ook achterblijven. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, maak je klaar vanavond. vind je het nog leuk of niet? Ja, nou ja, al vind ik... Al die media-aandacht, ja. Nou ja, dat denk ik. En vooral, ik ben vandaag echt doodgebeld. Ja. Dat je dan denkt van, wat gaat er vanavond gebeuren? Dan denk je, jongens, doe normaal. Er gaat helemaal niks gebeuren. Dat stukje. Ja, nee, ik begrijp. Dus dat gaat een grote tegenvaller voor iedereen worden. Ja, nou ja, maar aan de andere kant, je doet het... Eerlijk is eerlijk, je doet het wel heel goed in de media, dus... Mocht je geen energie meer voelen bij wat je doet... dan weet je wat je volgende carrière zou kunnen zijn. Je bent in ieder geval voor dat onderdeel geslaagd. Oh, wat bedoel je dan? Nou ja... Op te gaan treden of... Ja, gewoon een rol in de media als duider. Ik vind, we hebben dat gevolgd en het is opmerkelijk hoe goed jij eruit komt. Maar dat ligt aan jezelf. Gewoon de rust en het overzicht en toch... Het brutale ook, wat wel heel leuk is, op een fijne manier. Zo kijk ik in ieder geval naar. Ja, een van die leiderschapsprogramma's mocht ik iets komen vertellen. Die zei van, ja, maar bij sommige echte management zie je dat ze hun ego een plek hebben gegeven. Ja. En volgens mij, en dit bedoel ik mezelf op de borst, maar ik, dat is wel iets wat ik makkelijk vind, snap je? Ik ben ongelooflijk blij met wat ik heb. En ik hoef verder niet zoveel. Nee. Ja, daardoor ben je vrij onafhankelijk. Dus, ja. Alleen het landskampioenschap van Feyenoord, hè, in mei. Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Vanochtend stond er ook in van... jongens, minister-president heeft besloten om de competitie te stoppen. En ze staan voor het eerst bovenaan weer. Dus ja. Dat lijkt me ook wel veel af. Ja, en ik zou zeggen, print het uit van teletext. Dat doen sommige mensen. Die maken gedaan. Zo'n screenshot, hè? Ja, precies. Ja. Nou, heel goed. Oké, dankjewel. Oké, hai. Bye. Dit was de vierde aflevering van een 1-2'tje met Yves in de serie Uitblinkers. En komende vrijdag dan ben ik er weer met onze wekelijkse podcastshow The Gigs. En welke uitblinker ik volgende week ga spreken, zou ik zeggen, stay tuned. Ik wens u in ieder geval een hele goede week met hopelijk betere cijfers op het gebied van corona. Dank u wel voor het luisteren.